Goedemiddag, hartelijk welkom bij deze digitale dienst aan zee. En ik wil even vertellen dat namens Sander ook, hè Sander, dat we er zoveel mensen kijken naar de digitale dienst aan zee. Daar zijn we ongelooflijk blij mee en verrast eigenlijk door. Want we zien dat er honderden, soms wel duizenden keren teruggekeken wordt naar een digitale dienst aan zee. Nou, we hebben dit keer weer een hele bijzondere. We hebben niet één instrumentalist, maar we hebben er twee. Edith en Arjen Post, hartelijk welkom. Dankjewel. Hier in Scheveningen. Mensen kunnen het niet zien, maar het sneeuwt buiten. En jullie hebben gewoon ijs en weder dienende. Zeggen we altijd van nou, kijken of het doorgaat. Maar jullie hebben gewoon het getrotseerd en kijken gewoon of zeker, jullie er thuis komen. Zeker. Aan het eind van de dag, hè? Ja. Nou, hartelijk welkom. Zoals u allemaal ziet, ligt er een arsenaal aan trompetten voor ons. En daar gaan ze natuurlijk van alles over vertellen. Sander, je werkt al heel lang samen, hè, met Arjen en Edith. Ja, al heel erg lang. Ik ga natuurlijk niet zeggen hoe lang, want dan weten ze gelijk dat ik een oude man ben natuurlijk. Hè? En zij een jonge vrouw. Maar mij al heel lang. We hebben elkaar altijd ontmoet bij concerten en het was altijd een feestje. Nou hebben jullie verschillende soorten trompetten bij je, zie ik. Het zijn allemaal andere, groter, kleiner. Ze heten dit allemaal trompetten of wat zijn dit? Wat heb je meegenomen? Ja, het is een familie van de trompet. Je hebt eigenlijk de gewone trompet, de basis trompet. En dan hebben we hier, dit is een bugel. En een bugel heeft is eigenlijk even hoog gestemd. Alleen die heeft een hele grote beker, waardoor, en hij loopt hier wat uit, waardoor hij een warmere klank heeft. Dit is een heel klein trompetje en daarom noemen ze het een piccolo trompet. En die kan heel hoog en daar spelen ze veel muziek van Bach en Händel op. Dus uit de baroktijd? Uit de baroktijd. Maar dan heb ik ook wel eens iets van het Leger des Heils gezien. Zijn dat soort bugels die wat kleiner zijn? Nee, die hebben we dan niet nodig vandaag, maar dat is een cornet. En een cornet zit dan een beetje tussen een trompet en een bugel in. Die zit eigenlijk precies tussenin. En Sander, jij wilde wat weten over dat blazen, hè? Ja, want dat vind ik altijd zo. Bij die hobo hebben we de vorige keer gezien, die heeft dan meestal te veel lucht. Maar ik zie wel eens dat ik denk van, hoe gaat dat dan met jullie lippen? Want is dat altijd hetzelfde? Of is het ook wel eens dat je denkt, oh, ik heb droge lippen, het gaat niet helemaal goed? Ja. En dan denk ik ook even aan die last post, als die trompetist daar aan het spelen is. En dan moet hij alles met zijn lippen doen. Kun je dat ook ons voordoen? Ja. Dan maak je tong met je lippen, laat je trillen. Eén toontje, één toontje, dat mag wel, hè? Juist, dan horen we dat. Ja, dat zijn dus natuurtonen. En die moet inderdaad, de last post is een vreselijk ding op zo'n moment zeker. Ja, moeilijk altijd om te spelen. Maar we gaan niet spelen we de last post? Nee, hè, Sander? Dat gaan we nog eens een keer doen. Nog eens een keertje doen. Tijd van mei bijvoorbeeld. Ja, maar gaan nu gaan luisteren? We luisteren naar Große Gott, wir loben dich. Een mooi Duits gezang. En wij kennen dat in Nederland natuurlijk als Grote God, wij loben dich. En dat heb ik mogen schrijven voor Arjan en Edith. En het is zo dat Arjan begint en dat de echo komt van Edith. We gaan luisteren met z'n allen.
Heer zij met u. In de naam van God die naar ons omziet, die om ons geeft, die ons lief heeft, willen wij bidden en beleiden, musiceren, stil zijn en feest vieren. Genade en vrede van God, onze bondgenoot, van zijn Zoon, onze broeder, de opgestane Heer, van zijn Geest die ons samenbrengt. Het gaat vandaag in deze dienst aan zee over bomen. Ja, u hoort het goed, bomen. Je denkt misschien, wat is dat nou weer voor een thema? Gaan we à la prinses Irene met de bomen praten of zo? Ja, dat is niet helemaal mijn bedoeling. Maar ik kwam op dat thema bomen door een goede vriend. Hij woont in Engeland. Als we bij hem op bezoek gaan, dan heeft hij altijd een mooie tour bedacht. Een soort rondleiding. Dat bereidt hij helemaal voor, leert hij helemaal uit zijn hoofd. Allerlei dingen zoekt hij op en dan gaat hij ons vertellen. Een keer langs alle kerken van Londen zijn we geweest. Of we hebben allerlei bijzondere architectuur bekeken. Een tijdje geleden waren we bij hem en toen nam hij ons mee naar de botanische tuin van Cambridge. En hij ging daar allerlei dingen vertellen over bomen. Dingen die ik nog nooit gehoord had, maar die ontzettend boeiend waren. En toen dacht ik... Ah ja, bomen, dat is eigenlijk wel ontzettend mooi om daar eens wat meer op te letten, daar eens wat meer over te lezen. Bijvoorbeeld in de Bijbel, wat vind je er daarover? Het is wel grappig hoor, als je in de Bijbel eens gaat zoeken, juist op bomen, dan kom je ontzettend veel tegen. Je hebt, zoals je dat natuurlijk vroeger... heilige bomen, heilige eiken, zoals je die hier in de Lage Landen ook had, toen het evangelie hier gebracht werd. Je hebt pratende bomen, zoals in het boek Rechters, daar gaan we straks wat over horen. Je hebt bomen die symbolisch ergens voor staan. De groene boom geplant aan waterstromen, zoals in Psalm 1. En je hebt de ceders van de Libanon, spreekwoordelijk zijn die in de Bijbel, voor het beste van het beste hout. En dan heb je natuurlijk die hele beroemde bomen, de olijfboom, de vijgenboom, de druif. Die staan allemaal ergens voor. Het zijn niet zomaar bomen, maar ze vertellen ons een heel levensverhaal eigenlijk. En als je daar een beetje op gaat letten, ja, dan ontdek je steeds meer. Weet u, Scheveningen staat natuurlijk eigenlijk vol met bomen. De Scheveningse bosjes en allerlei andere mooie plekken. Laten we daar gewoon eens heen gaan om ze van dichtbij te bekijken.
Nou weet u dat ik deel ben van een duo van Ernst en Bobby, maar jullie zijn eigenlijk ook een duo, hè? Nou hebben wij bij Ernst en Bobby altijd een duidelijke rolverdeling. Hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie nou ook een rolverdeling qua instrumenten of qua wie de solo speelt of niet? Ja, we kijken ze elkaar aan. Wel een beetje, ik denk toch? Dat het afwisselend is, is het niet zo? Nee. Wat is het? Nee, het is niet afwisselend. Nee. Wij kijken wel wat is Edith's sterke punt en wat is mijn sterk punt. En ja. dat gebruik je. Kijk, normaal als twee trompetisten samenspelen, dan heb je een eerste partij en een tweede partij. Maar wij verdelen dat anders. Van als het, hoe moet ik het uitleggen? Wij verdelen dat op een andere manier dus. Niet van hoog en laag, want Edith kan ook hoog spelen, die kan ook laag spelen. Ik kan hoog en laag, hard, zacht. Maar... Voel je dat dan aan of zo? Nee, dat spreken we af van tevoren. Oh, dat spreek je af van tevoren. We hebben wel twee partijen. Sander die maakt bijvoorbeeld een stuk voor ons. En die heeft dan een eerste partij en een tweede partij. En dan gaan wij dat verdelen. Wij spelen eigenlijk nooit zoals iemand ons de muziek geeft. Oké. Want omdat wij dan kijken van, nou, dit is toch veel beter als Edith dit zou spelen. Ja, ja. Dus laat ik dat maar niet doen. Ook al heeft Sander dan gezegd van, nee, dat moet die partij spelen. Dat bepalen wij zelf. Ja. Het volgende stuk... Als het maar klinkt, hè? Dat speel je met de bugel, hè? En is dat dan heel bewust dat jij de bugel speelt? Nee, wij spelen allebei bugel. Eigenlijk speel in programma's en concerten speel ik altijd alleen op bugel. Maar het leek ons wel leuk om nu eens een stuk te doen met twee bugels. En wij spelen allebei bugel en dat is ongeveer hetzelfde als trompet. Dus dat kunnen we ook samen. Maar... Geeft het meer spanning aan je lippen of niet? Bij een bugel? Nee, juist eerder minder. Maar het is een heel groot instrument, dus je hebt meer lucht nodig. Het is iets anders, maar... Okay. Nou, waar gaan we naar luisteren, Sander, eigenlijk? Wat zei jij? Waar gaan we naar luisteren? Welk nou, stuk gaan we... ik wilde net zeggen, Mendelssohn heeft een prachtig stuk geschreven, Hör mein Bitten. En dat is dus voor solo stem en koor. En ik mocht het bewerken dus voor twee bugels. Dus Hör mein Bitten van Felix Mendelssohn Bartholdy.
Weet je wat me echt enorm verrast heeft? Dat is dat in de Bijbel zoveel over bomen te vinden is. Had ik in eerste instantie eigenlijk helemaal niet gedacht. Maar nou ja, als je even nadenkt, op de eerste bladzijde van de Bijbel gaat het natuurlijk al over de boom van de kennis van goed en kwaad. En helemaal aan het eind van de Bijbel, in het boek Openbaring, op de laatste bladzijde, gaat het weer over een boom, een levensboom. Nou ja, je begrijpt natuurlijk gelijk al, dat zijn geen bomen zoals een eik of een beuk of een den. Dat zijn bomen met een verhaal, die willen ons iets vertellen. En zo staan er de Bijbel door steeds weer allerlei verhalen over bomen. Sprekende bomen, bomen die klappen in hun handen, bomen die symbool staan voor het goede leven of van hoe je een goed mens kan zijn. Eindeloos veel verhalen. Je zou er 20 preken over kunnen houden, denk ik. Thank you.
Stel je eens voor, zegt de Bijbel in een fabelachtig verhaal uit de tijd van de rechters. Stel je eens voor dat de bomen in vergadering bijeen zijn. Ze zijn er allemaal, want ze moeten een nieuwe leider kiezen. Eerst gaan alle ogen richting de olijf. Hij heeft het echt in zich. De olijf, dat is de altijd groene boom die nooit zijn blad verliest. Door wiens olie je een gezalfde wordt. Eens kwam na de zondvloed een duif met een blaadje, een takje van een olijf terugvliegen. Toen was er ineens weer toekomst. En eens zal vanaf de olijfberg de Messias verschijnen. Dan is er opnieuw toekomst. Maar gevraagd naar zijn aspiraties, bedankt de olijf stichtelijk voor de eer. Hij voelt niet de minste behoefte om wat boven de andere bomen uit te gaan wuiven. Gelukkig is er nog een goede tweede keus. De vijgenboom. Met zijn geweldige, mooie grote bladen. De vijg die notabene 2 keer per seizoen vrucht draagt. Je bevinden onder de vijgenboom is in de Bijbel, in de schrift, spreekwoordelijk voor het echte goede leven. Het leven met God en met elkaar. Een ideale leider, de vijg. Maar ook deze boom kent zijn plaats. Hoge bomen, zo weet hij, vangen veel wind. En daar is hij niet geschikt voor. Ten einde raad wordt nu de druif, de wijnstok, aangekeken. Niet zo'n vierboom. Maandenlang zie je niets anders dan dor en doods hout. En bovendien een boom die de nodige aandacht vraagt. Aan de andere kant een vrouwelijke boom. Het is ook wel weer eens iets anders als leider. En deze boom brengt vruchten voort waarvan de goden en de mensen idolaat zijn. Maar op de vraag of zij de anderen wil leiden, antwoordt zij ook ontkennend. Het is haar roeping niet. Als alle bomen dan bedankt hebben, dan zit er ten einde raad niets anders op dan de laatst overgeblevene te vragen. Wil jij onze leider worden? De doornstruik. Totaal ongeschikt natuurlijk. Want hij is stekelig, laag bij de grond. Je haalt je aan hem open. Je hebt geen schaduw van de doornstruik. En bovendien is die ook nog eens licht ontvlambaar. Maar uitgerekend de doorn staat te springen om de leider over de anderen te worden. Het is dat jullie het zo vriendelijk vragen, huichelt hij. En welkom in mijn schaduw, bluft hij. Stel je eens voor, zo zegt de Bijbel in een fabelachtig verhaal, dat de bomen iemand zouden zoeken die hen leidt. De doornstruik zou het worden. Uitgerekend degene die zichzelf verheft boven de ander, maar ondertussen totaal ongeschikt is. Stel je eens voor, zegt de Bijbel, over de bomen. Nou ja, of gaat dit verhaal over de mensen? Wij die onszelf zo vaak verheffen boven anderen. Wij die verkeerde keuzes maken. Er is iemand, zegt de Bijbel verderop, een heel eind verderop, bij wie het zoals bij de olijf leven is met toekomst. Iemand bij wie je, zoals bij de vijg, het echte goede leven vindt. Iemand die de ware wijnstok is. Uitgerekend hem hebben ze laten leiden door hem een doornenkroon op zijn hoofd te zetten. Met de boom des levens wegend op zijn rug ging hij de dood tegemoet. En
toch. Misschien juist wel daarom is hij degene door wie je je vol vreugde echt kunt laten leiden. En dat is geen fabeltje. Ik had het er net over sneeuw en ik weet dat Edith en Arjan naar Oostenrijk moeten. Want je bent naast trompetist. Heb je een huis in Oostenrijk of zo? Je verhuurt iets? Ja, zo wij verhuren appartementen in Oostenrijk. Wat leuk zeg. Sinds een paar jaar. Dus je bent echt een ondernemer, net zoals wij. We zijn en muzikus, maar ook ondernemer. Ja. En dat combineer je met elkaar, hè? Ja, maar inderdaad, het is een totaal ander gebied natuurlijk. Maar, ja. Super grappig. En ik las, je hebt conservatorium Amsterdam gedaan. Maar Edith, je hebt hem niet daar ontmoet, hè? Nee. Ik heb het conservatorium Zwolle gedaan. En daar is Arjan ook begonnen. Oké, dus daar hebben we elkaar ontmoet. Oké, maar toen is hij weggegaan. Waarom is hij nou weggegaan? Ja, hij wou naar een andere leraar. Nou, dat kan hij best niet zelf vertellen. Ja, had niks met Edith te maken, begrijp ik. Nee, eigenlijk niet. Maar in Amsterdam zat een docent, een trompetleraar. Nou, en die bewonderde ik. Daar had ik echt bewondering voor. En ik denk, als ik daar toch ooit eens les van kan krijgen. Dus die man heb ik een brief gestuurd, want die durfde ik niet eens op te bellen. Zo hoog stond hij voor mij. Dus die heb ik een brief gestuurd van, zou ik alsjeblieft les van je mogen? Nou, dan bel ik je op. Nou, ik heb hem opgebeld daarna. En hij zei, oh, natuurlijk, volgende week maandag kun je dan. En ik denk, oh. Nou, zo is het begonnen. En toen zei ik van, ik wil hier graag studeren in Amsterdam. Zou dat kunnen? Ja, ga maar auditie doen en dan zien we wel. Weg van Edith, maar wel naar je favoriete leraar. Nee, want toen zijn we naar Amsterdam verhuisd. En toen zijn we in Amsterdam gaan wonen. En Edith ging dan steeds op en neer naar Zwolle. En in Amsterdam is ook meer te beleven op cultuurgebied. Dus dat was wel een hele goede keuze dat we daar zijn gaan wonen. En zo is het gekomen. Ja. En zo is het gekomen. Ja, en wat het bijzonder is, ze hebben ook nog een muziekuitgeverij. Dus ze geven heel veel muziek uit. Ja, het is heel goed, hè, als je ondernemer bent dus en dat muzikus. Is heel fijn. In deze tijd moet je dat echt doen. In deze tijd is het nu net even helemaal mis. Maar deze tijd gaat ook weer voorbij. Ja. Sander, het is tijd voor een liedje. Waar gaan we naar luisteren? Naar muziekstuk? We gaan weer eens naar een deel, dat vinden we elke keer zo heerlijk. Naar de Water Music van Handel gaan we weer eens terug. En zij gaan nu echt op de trompetten spelen. De Hornpipe, een zeer feestelijk stuk. Thank you.
Ik zei het al bij mijn inleiding dat we ontzettend blij zijn met zoveel kijkers naar de digitale dienst aan zee. Maar ook een digitale dienst aan zee kost natuurlijk geld. Dus we vragen u vriendelijk om een bijdrage te leveren op onderstaand banknummer. We kunnen niet zonder uw daadwerkelijke steun. Dus heel graag help ons mee weer naar de volgende digitale dienst aan zee. Wij zingen als slot vreugde, vreugde, vreugde. En dat is iets moois als je dat mee naar huis mag nemen van deze dienst. En dan komt de zegen.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u en jullie vrede.